U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een wisselend beeld in Nederland op sommige plaatsen. De zon. Maar er waren ook wolken. En er zijn plaatsen geweest waar buien zijn gevallen. Laten we de satellietfoto bekijken. En dan zien we de wolken boven Nederland goed hangen. In het noorden van het land is het heel lang vrij zonnig geweest. En van het zuid uit kwamen ook wat opklaringen opzetten. De dikke wolken boven Frankrijk die bleven daar een beetje hangen. En die hebben lokaal heel zware buien opgeleverd. Met plaatselijk ook overlast. Nou, die buien komen zeker niet onze kant op. Maar dat wil niet zeggen dat het de komende 24 uur helemaal droog gaat blijven. Uiteindelijk hebben we vanavond misschien nog een enkele bui in het. Oosten, maar geleidelijk wordt het droog met wat opklaringen. Temperaturen liggen vanavond rond 19 graden, om vervolgens verder te dalen naar een graad of 15. Vannacht overwegend droog weer wat opklaringen, op sommige plaatsen nevel en er kan ook hier en daar mist ontstaan. En die mist zou morgenochtend wel eventjes voor een grijze start kunnen zorgen. Daarna schijnt de zon af en toe en dan ontwikkelt zich ook weer een enkele bui. De buienkans lijkt het grootst voor Brabant en ook het noordoosten van het land. Langs de kust is de buienkans duidelijk minder groot. Maar doordat we te maken hebben met een westelijke wind, komen de temperaturen daar ook iets minder hoog uit. We hebben het over een graad of 20 vlak bij zee. In het binnenland wordt het 22 of 23 graden. Nou, die temperatuur gaat de komende dagen snel omlaag. Want zondag moeten we het met een magere 18 graden maximaal doen. Eerst trekken de buien over. Later op de dag klaart het wat op. En dan steekt er ook een stevige noordenwind de kop op. Maandag en dinsdag is het waarschijnlijk weer droog. Met flinke zonnige perioden. Maar het is aan de frisse kant. 16 of 17 graden wordt het slechts. En die temperatuur weet maar heel langzaam weer iets op te lopen later in de week. De verschillen tussen dag en nacht worden wel wat groter. En dat betekent dat het s'nachts dus kouder wordt. Maar uit die verschillen maak je ook op dat er zeker ruimte moet zijn voor opklaringen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl